Welkom bij de Food & Agribusiness Update. De energieministers van de EU-lidstaten hebben op dinsdag 26 juli een akkoord bereikt over een besparing van het gasgebruik van 15%. Mocht het gas echt opraken, dan kunnen er verplichte maatregelen komen. Het voorstel voor een noodplan gas werd vorige week door de Europese Commissie gelanceerd. Er was nog kritiek op, maar na wat aanpassingen konden de ministers van de lidstaten wel instemmen. Voedingsmiddelproducent Mondelez verwacht dat consumenten meer thuis zullen consumeren en selectiever zullen zijn in de merken die ze kopen. Het bedrijf dat onder andere merken als Milka, Belvita en Codor produceert, deed onderzoek naar consumentenvoorkeuren waaruit bleek dat snacken steeds belangrijker wordt en traditionele maaltijden minder belangrijk. Natuurboerderij Koeslag verkoopt sinds kort lokaal biologische groenteabonnementen. Hierbij verbouwen Linda en Martijn Koeslag sinds dit jaar zelf hun groenten. De groentepakketten worden aangevuld met groenten van collega bioboeren uit de regio. De video kunt u vinden rechts van het scherm. Wilt u de gehele artikelen lezen? Klik dan op de links onder deze video.